Yo, wat up mensen, mijn naam is Dylan en welkom terug bij een nieuwe Pokémon Emerald Randomize in de Pokémon Super Week. Jongens, hopelijk genieten jullie nog steeds van de Pokémon Super Week. Want ik weet dat heel veel kijkers zeggen, ja Deel, awesome, Pokémon Super Week. En sommigen zeggen, Deel, fuck Pokémon, want ja, we hebben vroeger ooit een Pokémon jeugd gehad, dat kan. Maar goed, in ieder geval, vorige keer had ik gedaan. Oh ja, was ik hier aangekomen in Slaterboard City. En we zijn bij dag 3 aangekomen van de Pokémon Super Week. En het is tijd dat we doorgaan naar de volgende stapjes. Goed, in ieder geval, dit is mijn Pokémon op het moment. Ik moet zeggen dat mijn Icy die ik gevangen laatst, daar was ik heel blij mee. Maar kijk dan, hij heeft totaal geen wateraanval. En echt fucking waardeloos op het moment. Dus daar ben ik best wel, best wel jammer. Maar goed, we gaan kijken hoe ver ik gekomen hiermee. En ja, we gaan gewoon naar boven toe. Op naar het volgende stukje. Alright, vorige keer had ik hier Team Aqua weggejaagd. Hey, Professor Elm. Nee, het is Professor Birch, heet die. Oh, hey Dylan. Leuk dat je hier zie. En waar zal mee zijn? Ik heb geen idee waar mee is, jongens. Oké, we zijn naar elkaar gegaan. Dat is prima, geen probleem. Blablabla. Oh ja, hij moet zijn telefoonnummer nog geven. Nou, oké, dan ga ik even skippen. Mooi, ik heb zijn telefoonnummer gekregen. En het is tijd voor een fight. Nou, weet je wat? Kom maar op, jongens. Jongen en man. Man en vrouw, is het, sorry. Het is man en vrouw. Kom maar op, jongens. Maar de vrouw nogmaals, ik ga jullie aanpakken. Alright, dan gaan we eens kijken wat ze hebben. Wat zijn twee Pokémon? Ondertussen heb ik weer eindelijk een kopje koffie. Isabel en Caleb willen graag gaan fighten. En laten we dat vooral doen. Voor degenen die niet weten, ik heb normaal gesproken in mijn serie als ik Pokémon wil spelen, altijd drink ik een kopje koffie in mijn episode. Want dat vind ik zelf super chill. Dus even kijken, jij gaat die krijgen, jij gaat dat krijgen. Voor Amber 1 en de ander krijgt de Karate Chop. Dus wat we zo gaan doen. Helping hand, but it failed. Jammer jongeman. Amber hem. Hupsakee, dat gaat lekker. Karate Chop op die andere. Oh, lekker. Oké, die heeft een barrier om zichzelf te healen. Nou, deze werd natuurlijk een klein beetje langer dan ik had gehoopt. De Karate Chop, ja, die. Dus goed, is die ene, is die karate die ik genoeg Karate Chop is dood. En de Amber, die kan ook dood zijn, dus. Die is dood, nice. En de Karate Chop komt er nog aan. Woo! Icy had ook gespeeld. Oh, nog eentje. Nou, we gaan deze even skippen een beetje. Oh, hij leeft nog, helaas. Nou, als jij die gewoon embert en jij gewoon die gaat karate choppen, dan komt er niks aan de hand. Hoppakee, Ember. Icy, level 16. Oh, kijk eens aan. Ik had het net over Icy, het geeft watermove. Maar hij leert nu watergun, dus daar ben ik heel erg blij mee. Dan gaan we gewoon Tail Whip en hij leert watergun. Hartstikke tof. In ieder geval mensen, ik ben nog steeds hartstikke blij met de reacties die ik krijg op de video's. Dat het leuk is en ja, dat vind ik hartstikke leuk. Daar ben ik hartstikke blij mee dat het zeg maar steeds gezegd wordt. Verdeel, vind je Pokémon Week leuk? En sommigen zeggen inderdaad, nou, ik vind het niet zo leuk, want het zijn geen Pokémon fans. Maar de meeste reacties zijn wel van deel. Het is een leuke serie. Dus ga er vooral mee door. Maak hem lekker af. En dat ga ik ook doen. Nog maar, ja, eigenlijk nog maar 4 dagen te gaan. En dan is deze serie afgelopen. En dan gaan we gewoon verder met de normale upload dingetjes die ik ga doen. Dan gaan we weer verder met Minecraft en dat soort dingen. Maar deze week is even in de trant van Pokémon. Hartstikke tof. In ieder geval, moet ik ook wel melden. Jongens, heel veel mensen vroegen het ook aan mij of ik dit jaar naar First Look ga. En dit jaar ga ik naar First Look. Ik ben op de zondag. Oké, wat wil die oude vrouw? Ik heb geen fiets, dus ik moet overal deze weg lopen. Ja, ik heb ook nog geen fiets. Dan kan ik gewoon mijn volgende stad krijgen. Maar in ieder geval dus, ik ben dit jaar op First Look te vinden. Hey, Shifty, wat leuk. Oh, kut, smoke scene. Verkeerde aanval. Die moest ik even doen. Hartstikke flats. Level 21 is Flamey. Oh, hij wil clicker tag leren. Maar dat gaan we doen. Natuurlijk. Ja, in plaats van leren, top. Helemaal toepel. Quilava, Flamey gaat lekker. Icy doet het ook wel lekker nu. En vooral mijn Machoke is denk ik wel echt mijn helden Pokémon moment. Die doet het echt super goed. Echt hulde. Oh, een andere Pokémon. Maar in ieder geval, ik ben dus op First Look. En ik ben er alleen op de... Oh, deze wil ik vangen. Sorry dat ik zo stil ben eventjes, hoor. Maar deze Pokémon wil ik hebben. Oh. Voor degenen die hem niet kennen, dit is een Suicune. Dat is het is hetzelfde als Entei van een paar episodes geleden. Kom op, jongens. Gleedbal. Kom op, ga er nou alsjeblieft in dit keer. Ik wil een legendarische Dagoo. No! Oké, dat gaat hem niet worden. Ik zie het al. De kans is heel klein dat ik hem vang. Ik denk dat ik gewoon ga skippen, want... 2? Ja, dan ga ik gewoon skippen, want het gaat echt super lang duren. Ja hoor, nog steeds niet. En dan gaat mijn Pokémon dood. Oh my god, jongens. Ik ga... Nee! Nee! Nee, dat wou ik niet doen. Fuck. Maar ik heb een kans. Herkansing. We gaan herkansing krijgen, jongens. Oh, wacht. Dit wordt kut. Want één Karate Chop gaan we kunnen killen. We gaan Hercules erin doen. Oh, lekker. Is het perfect? Oké, perfect. Hoe?
Sorry jongen, gaat ze afmaken. Ik wil deze Pokéballs gewoon blijven gooien. Want ik ga er gewoon 13 aan wasten. Is geen probleem. Het is het waard. Suicune. Kom op jongens. Ja, hij gaat er niet in blijven. Hij gaat er niet in blijven. Ik zie het alweer gebeuren. Oh, bijna weer. Ik heb gekild. Pokéball nu. Nee. Nee. Oeh, bijna. Nee. 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 Laatste. Nee. Oké. Okay. Helaas jongens. Ik had hem weer niet kunnen vangen. Net als de... Van net. Dat is de van de vorige episode. De NT. Het maakt niet uit jongens. Het is niet anders. Dat betekent wel dat ik even allemaal Pokéballs moet gaan kopen. Want ik heb heel veel Pokéballs gespeeld aan deze motherfucker. Maar in ieder geval. Ik ga dus naar First Look. Sorry hoor. Ik ben er op de zondag. Dus als jij op zondag ook er bent. Laat me even weten. Lijkt me hartstikke leuk. En misschien als je me ziet bij First Look. Wees totaal niet bang om hallo te zeggen. Want ik heb heel vaak. Laatst krijg ik heel veel tweets van mensen. Van hey Dale, ik zag je ergens staan. Maar ik durfde je geen gedachten zeggen. Alsof ik een soort van monster ben of zo. Die mensen aanvalt als je hallo tegen me zegt. Zeg gewoon hi, nou hartstikke leuk. Praat, zeg iets tegen me van hey man, leuk dat je leuke video's maakt. Zeg pas wel, dankjewel. En zeg hoe is je dag vandaag? Ja, leuk, leuk, leuk. Helemaal toppie. En dan zeggen we oké, doei. Meer hoeft er niet te zijn, weet je. Maar ik vind het toch gezellig als je gewoon even iets tegen me zegt. In plaats van dat je zeg maar awkward mijn tweet stuurt van hey, ik zag je net, maar. Draai eens om. Haha! Ik heb geen zin om te vechten met hem. Oh, Shroomish. Ja, kan ik wel even één keer killen. Geen probleem. Maar als je me dus ziet op First Look. Volgens mij komt nu mee. Oh, heb je mee, ja. Zeg gewoon een voice tegen me. Vind ik hartstikke leuk. Mee! Hallo Dylan! Lang niet gezien. Ik ben aan het vlokken van Pokémon en mijn Pokémon. En mijn Pokémon zijn sterker geworden. En, nou, wil je vettelen? Nou, ik heb geen keuze blijkbaar. Geen probleem hoor. Ik maak wel even dood mee. Nou, je Pokémon dan. Klote, ze beginnen met Wingull. Dat is een water-Pokémon. Maar ik wil Sparky. Ik wil Sparky wel een keer gebruiken. Ik heb eigenlijk nog nooit... Oh, kut. Ik zal ik niet skippen deze fight. Ik heb eigenlijk nog nooit gevochten met een Electroot in mijn Pokémon-team. Ik wil wel een elektriciteit aanval krijgen van hem. Dan wordt hij hartstikke sterk, volgens mij. Volgens mij is een Electroot wel een sterke Pokémon. Nou, Sparky. Oh, nee, Sparky. Lekker Sparky. Zal ik boom hem. Boom. Dan gaat de Wingull van mee. Doe je Wingull van level 15 was hij volgens mij. Lekker Sparks. Een Lombre. Lombre is die evaluatie van die ene dude. Van die graswater type. Daarna evolueert hij volgens mij een Ludicolo. Ik weet het niet zeker. Maar Lombre is ook wel een coole Pokémon. Maar goed, voor nu ga ik het even hierop houden. Als goed is bied ik deze heel makkelijk. Want die, tenzij die wateraanval in één keer gaat gooien. Wat hij nog niet gedaan heeft. Dus op zich kom ik nog goed weg. Even kijken of Quick Attack werkt. Hoeveel damage dat doet. Niet zoveel. Nature Powder. Oké, Nature Powder doet Swift. Een Swift is een aanval die altijd 100% raak is, hè. Dat je even weet, als je ooit Swift hebt als Pokémon. Iemand een Pokémon met Swift. Moet je altijd gebruiken als je iemand wil vangen. Dat is een 100% hit, zeg maar. Dus dat is hartstikke tof. Combusken. Combusken is een vuur Pokémon. Dat is de evaluatie van Torchic. Maar ik heb natuurlijk Icy. Mijn water Pokémon. Zo, Icy. Zeg hem durpen dan. Pokémon trainer meest uit Combusken. Oké, Combusken, jij gaat een water attack krijgen. Watergun. Hij is wel level 20 gehaald. Jezus Christus. Je moet Pokémon echt meer gaan trainen voor de volgende episode. Ze lopen echt achter. Maar goed, volgens mij tot nu toe gaat het wel lekker, want ik kan deze gewoon verslaan. Tenzij Double Kick heel veel damage doet. Oeh, op zich wel. Maar de Watergun moet raak zijn. Als het goed is hij nog net niet dood. Nog één aanval en is hij dood. Nou, nog een Double Kickie. Fuck off. Really? Je critical hit me twee keer? Bro. Oké, nou ja, blijkbaar. Godverdomme gewoon, weet je. Hier, tackle hem, stomme fucking Electroot. Godverdomme, man. Sparky 607 experience points. Holy shit. Nou goed, in ieder geval level 16 Sparky. Op zich niet zo heel erg kut. Dat me, ja, wel kut mijn fucking dingen doodgaan is, man. Water Pokémon, you've been busy training, haven't you? Ja, zeker. I think it's a server reward. En ik krijg mijn harde item finder. Als je dat drukt, krijg je 14 item, zeg maar. Maar goed, ik ga het niet doen. Ja, lala. Goed, we gaan lekker lopen. Het is tijd voor... Oh, en met een Pokémon volgens mij weer dezelfde soort. Weer een Delibird. Jong, ik wil geen Delibird. Oh, fuck! Ik sprint zo tussen twee trainers door, terwijl mijn Pokémon low zijn. Oh god, op zich niet. Ik heb nog steeds twee sterke Pokémon, dus... Zeg maar, low... Ik ga jou gewoon emberen. En jou ga ik Karate Chop geven. We gaan deze even skippen, jongens. Want deze fight is een beetje saai, natuurlijk. Boop.
Up, oké. Hij kreeg meteen een karate chop op zijn bek. die dingen kwamen net in, die nislok. Ik kreeg meteen een karate chop op zijn bek. Zielig. Maar goed. Flame level 22. Hartstikke toppie. Mooi. Met mijn telefoonnummer. Rot eens op. Ik wil niet zoveel telefoonnummers. Oh my god. Een shift 3. Nou, weet je wat? We gaan trainen op die shift 3. Oké, deze episode wordt dus al een derpness episode. Maar het gaat de goede kant op. Een Misdreavus. Zometeen kom ik in een stadje. Ik weet niet meer welke het is in mijn hoofd. Batch 3 is wel elektriciteit. Jesus, nou fuck it, het is niet anders. Nou, het wordt een dubbel battle weer. Jezus man, dan moet ik veel vechten tegen mensen hier. Oké, in ieder geval wat ik kan doen is jou die geven. Jou geef ik gewoon een karate chop. Emberum, super effective, want hij is metaal. Een metaal Pokémon kan niet zo goed tegen vuur. Super effective. Bruce, level 19. Hey, Bruce is ook goed hoor. Seismic Toss, ja ja. Kijk, Seismic Toss is echt een inflicts damage and to the user's level. Helemaal top joh, hè. Nou, jij mag buiten vertossen. Hidden Power. Een karate chop, helemaal goed. Doei, Abra. Oké. Ik weet niet waarom hun samenwerken. Zeg maar, zijn ze twee totaal verschillende soort trainers. Eentje is een fucking biker en de andere is een fucking weirdo. Een magician, zeg maar. Een tovenaar grapje. Zo'n Harry Potter. Alright, we zijn aangekomen in... Ja, ik weet niet. Ik kan die berries even pakken. Dat doe ik normaal nooit. Maar ik ga ze pakken. Weet je wel, dan kan ik binnenkort eventjes berries gebruiken voor leuke dingetjes. Nou, goed. We gaan lekker omhoog. Eens even kijken wat we hier kunnen betekenen in Marvel City. Oké, Marvel City, wat hebben jullie te offeren? Nou, hier is de Pokémon Center. En ja, ik denk dat ik eigenlijk in de Marvel City volgende episode ga opnemen. Want hier links zijn allemaal trainers. Die ga ik de volgende keer allemaal verslaan. Ik denk offscreen om een Pokémon te trainen. Hartstikke tof. Mensen, in ieder geval, ik wil jullie bedanken voor het kijken. Laat even een blauw duimpje achter omhoog als je het super awesome vond. Ik vond het hartstikke leuk dat jullie deze Pokémon leuk vinden. En ik zie jullie graag in de volgende video. Dankjewel voor het kijken. Laat nog een blauw duimpje achter omhoog. En peace, motherfuckers. Zie jullie in de volgende. Later.